De Polemonium Bressingham Purple. De Allium C. sensus giganteum. Nou ja, ik sta hier dus in een tuin met allemaal ingewikkelde bloemennamen. Ik ben een beetje op missie gestuurd. Twee vrienden van mij, Ronald en Fiona, gaan samenwonen. Hebben een hele mooie tuin en zeggen, Kevin, ga jij nou eens kijken wat wij daar met die tuin kunnen doen? Nou, ik ben in Deurningen bij Vaner. Ze hebben hier zelfs een showtuin, dus daar moet ik uitkomen. Come to rain. Is dit Alfons? Ja, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ik ben op missie gestuurd, Alfons. Ja. Vrienden van mij die hebben een hele mooie tuin. En die zeggen, Kevin, ga jij nou eens kijken wat wij daar kunnen doen? Oké. Ik wil wat inspiratie opdoen. Heb jij tips en ideeën? Jazeker, dat kan. We hebben hierachter een grote showtuin. Een grassentuin, schaduwtuin en bloemenborders. En daar kunt u zien hoe de plant zich ontwikkelt. Kan ik jou daarna nog even opzoeken als ik in de showtuin ben geweest? Ik ben hier bezig op de kwekerij. Hartstikke goed. Ga ik even kijken. Prima. Dankjewel. Ja. Agapuntus Dr. Brouwer. Hey, ik heb wat leuke dingen gevonden. Ja. Nou vroeg ik me wel af, kan ik zomaar alles bij elkaar zetten? Dit hele veld wat hier staat, dat is allemaal voor de zon en half schaduw. Ja? Dus in principe kun je dat kun je uitzoeken. Ja? Alleen je moet wel even bedenken, wil je veel werk aan de tuin hebben of zeg je, ik wil een makkelijke tuin? Ja, nou ja, ik denk dat ik een makkelijke tuin moet kiezen voor ze, want ze hebben niet heel erg groene vingers. Fantastisch, Alfons. Ik ben er heel erg blij mee. Alsjeblieft. Dankjewel. Veel plezier. En laat je weten hoe het geworden is, ja? Ja, prima. Hartstikke bedankt. Wil je deze meenemen? Jazeker. Tot ziens. En de rekening mag trouwens gestuurd worden naar Ronald en Fiona. Okay. Die staan gewoon in het telefoonboek. Komt helemaal goed. En ja, ik ga uiteraard mijn stempel drukken op deze tuin met de Dr. Brouwer. Op die manier ben ik er elke dag toch een beetje bij.